We hebben afgelopen dinsdag een verdachte aangehouden voor twee prostitutiemoorden. Die vallen binnen het prostitutiemoordenproject. Dat is een landelijk project wat gedraaid wordt door het Rotterdamse Cold Case Team. Waarbij eigenlijk alle prostitutiemoorden vanaf de eind jaren 80, begin jaren 90 in kaart zijn gebracht. En gekeken is of daar nog onderzoek op mogelijk was. En dat heeft uiteindelijk middels DNA-match een verdenking opgeleverd voor twee zaken. En daar is deze verdachte voor aangehouden. Ja, hoe bent u deze verdachte op het spoor gekomen? Middels DNA-onderzoek. Van die 80 zaken ongeveer van alle prostitutiemoorden die onderzocht zijn, is gekeken of daar nog onderzoeksmateriaal aanwezig was. Dus bijvoorbeeld kleding van slachtoffer en dergelijke waar mogelijk DNA-sporen op aanwezig waren. En die zijn allemaal ingestuurd naar het NFI om te kijken of daar nog een profiel uit kon worden gehaald. En dat heeft uiteindelijk een profiel opgeleverd van een verdachte. En dan moet er worden gekeken wie dat is. Hè. Om dat te kunnen identificeren wordt er gekeken in de DNA-databank. Dat heeft niet geleid tot een hit, zoals we dat noemen. Dus degene die nu is aangehouden is niet in de DNA-databank opgenomen. Maar toen zijn we nog een stap verder gegaan. Met verwantschapsonderzoek hebben we gekeken of er dan misschien wel iemand anders in de databank aanwezig was. Die zo dicht bij dat profiel past dat we kunnen zeggen van nou, het kan niet anders zijn dan dat dit een verwant is. Dus een familielid. En zo zijn we uiteindelijk bij deze verdachte terechtgekomen. Wat kunt u zeggen over deze verdachte? Het is een 58-jarige meneer die destijds, dus ten tijde van deze moorden, woonachtig was in Rotterdam. Maar hij is nu aangehouden in zijn woning in Schiedam. Hij wordt gelinkt aan twee van de moorden. Er zijn veel meer moorden gepleegd, in totaal rond de 85 als ik me niet vergis. Verwacht u dat hij ook aan meer moorden gelinkt kan worden? Nou, er is in ieder geval een serie van 5 zaken waarvan vanaf het begin is vastgesteld dat daar wel erg veel overeenkomsten in zitten. En daar zijn dus in ieder geval 2 zaken nu van gelinkt aan deze verdachte. Die andere 3 zaken die zijn natuurlijk wel interessant en die worden ook zeker nader onderzocht. Maar daar is deze meneer nog niet voor aangehouden. Er zijn ook deels moorden in Heerlen bijvoorbeeld gepleegd. Kan die ook daar aan gelinkt worden in de toekomst misschien? Daar zijn op dit moment geen aanwijzingen voor, maar ik sluit zeker bij cold cases niets uit. Hoe belangrijk is dit voor het Openbaar Ministerie? Want het is inderdaad een cold case team. Deze moorden zijn al heel lang onopgelost. Hoe belangrijk is dan dit nieuws, deze aanhouding? Deze aanhouding is erg belangrijk, zeker als we kijken naar het project. Want het is een los project wat met aparte financiering is gefinancierd. Dus een aparte rijksfinanciering. En dat heeft ervoor gezorgd dat we nog een extra impuls konden geven aan al deze moorden. Aan het onderzoek daarvan. Dus ja, als we daar succes voor halen, dan is dat natuurlijk wel heel erg belangrijk. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk, het gaat wel om een levensdelict. En als je dan ook na 20 jaar nog steeds kan zeggen, van, nou, we hebben hem opgelost, ja, dan is dat heel waardevol. In hoeverre is dat nog lastig? Want ja, het is al 20 jaar geleden. De technieken van nu zijn natuurlijk een stuk beter dan toen. Misschien ook qua opslaan van dingen. In hoeverre is het lastig om nu nog deze moorden op te lossen? Ja, soms is tijd je voordeel. Dus vaak is het zo dat tijd heel erg een nadeel is voor een opsporingsonderzoek. En bij moordzaken, getuigen die vergeten, herinneringen verdwijnen. Maar bij cold cases is juist tijd vaak de kracht. Omdat tijd ervoor zorgt dat er in rust weer naar zo'n onderzoek gekeken kan worden. Maar ook dat de techniek, zoals u zelf al zegt, voortschrijdt. En we maken nu erg gebruik van allerlei technieken die 20 jaar geleden gewoon nog helemaal niet mogelijk waren. Toen was DNA-onderzoek nog helemaal niet mogelijk. Deze man kwam niet voor in de DNA-databank. Kun je dan ook concluderen dat hij niet eerder in contact is geweest met justitie? Dat is niet gezegd, want de DNA-databank, daar zitten bepaalde voorwaarden aan voordat iemand kan opgenomen worden in de DNA-databank. En daarbij is er natuurlijk ook een beginfase geweest. Die DNA-databank bestaat ook nog niet zo lang. Dus daar kan je zo makkelijk geen uitspraak over doen.